Dag iedereen, een korte uitleg hoe dat je audio behandelt in Premiere. Premiere is sowieso uh, voor veel mensen precies alleen maar het uh, videoprogramma, maar eigenlijk kun je er ook wel heel, heel goed audio ook in gaan bewerken. Sowieso uh, heb je hier verschillende tabbladeren en het is uiteraard het tabblad audio waar je eigenlijk het meeste gaat in vinden. Uh, als je iets wilt assembleren dan kun je hier naar de assembly gaan en dan kun je al je files goed zien in je bin, in je emmertje. Wil je iets gaan editeren, dan kun je dat hier ook goed gaan vinden. Maar wij gaan vandaag vooral over audio iets uitleggen. Ik duw op de tab Audio en dan krijg ik dit hier qua scherm. Uh, op zich een scherm dat waarschijnlijk wel redelijk uh, vertrouwd is voor jullie. Sowieso zie je hier in uh, mijn sequence, eh, de multifilm sequence. Ja, voor alle duidelijkheid, dat is een film die dat we gemaakt hebben met de verschillende collega's. voor onze richtingen wat uit te leggen. En ik ben met deze hak nu een keer eventjes jullie wat uitleg geven. Sowieso heb ik hier verschillende kanalen. Naar mijn kanaal vocals, jingles, videogeluid en muziek. Ik heb die ook allemaal een kleurtje gegeven. Dat kleurtje geven is niet zo moeilijk, gewoon bij label. En je geeft dat het kleurtje dat je graag hebt. En dan kun je ook heel snel zien: van oké, okay, het is dat of het is dat. Uh, hier heb je je mengtafel ja, van uw sequence. Uh, dus de mengtafel hier heb je ook die vocals, jingles, videogeluid, muziek, nog een vijfde kanaal audio, maar dat gebruik ik niet. En dan nog een master track. Uh, ieder kanaal kan je luider of stiller zetten, naar gelang dat je het wilt. En dan gaat alles luider of stiller zijn. Je kan het ook meer links of rechts zetten. En je kan ook uh, daar effecten op toevoegen. Waarschijnlijk zie je dit niet, maar met dit. Uh, item kan ik het aan- of afzetten, het effect. Ik heb op dit moment bijvoorbeeld bij de vocals wel gezorgd dat er bijvoorbeeld een vocal expander op zit. En ik heb je verteld van, kijk, mijn vocals mogen zeker, absoluut zeker, mooi in het center zitten. Dus ze moeten zeker niet geëxpand worden, wider gezet worden of normaal. Ik zeg van zo narrow mogelijk, zo dicht in het schoon in het midden. Ja. Dus heel het uh, midden is fameus uh, belangrijk bij stemmen. Bij andere dingen heb ik dat niet gedaan. Um, hoe werken nu best in Premiere? In Premiere kun je best ervoor zorgen dat Premiere eigenlijk weet welke audio dat je hebt. En dat is, dat is, de helft van het werk is daar al mee gedaan. Als jij bijvoorbeeld vertelt van kijk, dit kanaal, al deze files, die zijn allemaal, zijn allemaal audio's, ja? dan kun je op een hele snelle manier gaan zeggen aan Premiere van kik, dat is allemaal dialoog. Een dialoog dus allemaal stem. Uh, ik zal die anders allemaal ook selecteren. Voilà, dat zijn allemaal stemmen. We hebben hier dan jingles en achtergrondgeluid en muziek. In mijn ogen is dit allemaal muziek. Ja, we dat voorlopig eventjes zo zetten. En wat is nu het grote voordeel? Ik kan nu vertellen aan uh, Premiere van, kijk, dit zijn vocals... Met dat je weet dat het focus zijn, had Premiere zelf een hele hoop dingen voor jezelf al klaarzetten. Hier rechts van items die je kunt aanpassen. Hetzelfde bij muziek zijn er ook een hele hoop dingen die je kunt aanpassen, maar heel wat minder dan bij die focus bijvoorbeeld. Je hebt niet alleen uh, vocals en de uh, dialogen, maar je kan ook bijvoorbeeld. Ik zal eventjes de jingle zeggen dat dat dan toch geen muziek is. Dus wat zeg ik dan? Ik zeg dat het muziek is en dan Clear Audio Type. En ik ga een keer zeggen dat dat bijvoorbeeld effecten zijn. Ja? En ik kan hier nog een andere ding... Eens. Het laatste was ambiance. Door die vier... Of door die verschillende tags, want zo noemt dat eigenlijk, uw audio-taggen, kun je ervoor zorgen dat, dat de Premiere al ontzettend veel voor je eigen gedaan heeft, zonder dat je eigenlijk al heel straf moet gaan mixen. Bij de audio, wat heb je dan? Als ik dat eerste stukje stem ga gaan bekijken... ja, dat eerste stukje stem, dat ziet er als volgt uit. Uh, dat is dit hier. En dat begint hier op een bepaald moment. Ja. Als ik graag heb dat die stem, dat die zeker luid genoeg klinkt, dan kun je hier eigenlijk op je eigen al direct vertellen van kijk zorg er een keer voor dat de automatisch luid genoeg wordt gezet met de auto match. Ja, nu is het hem niet gematcht, maar als ik hier op duw op auto match, dan gaat het hem automatisch zorgen dat die audio eigenlijk al direct goed is. Je kunt er allerlei andere dingen nog aanpassen. Je kan noise reduce je kunt rumble aanpassen, die hummen. Enzovoort, uh, enzovoort, kun je dynamics opsteken, dus dat wil zeggen een beetje compressie. Dat hem eigenlijk, uh, Alle stille dingen worden dan iets geluider en al, te, al de luidste dingen worden iets stiller, waardoor dat je, je totaal geluid met een gecomprimeerde vocal eigenlijk dat dat wat verstaanbaarder gaat worden. Equalizer kun je doen, dus bepaalde bassen of bepaalde frequenties die je goed vindt kun je uh, luider zetten of stiller zetten. Wat dat vooral tof is, is dat premiere van zijn eigen hier een heel hoop presets heeft. Dus de eerste stem is mevrouw De Bok. Uh, dus ik kan zeggen dat dat bijvoorbeeld een balanced female voice is. Ik kan dat aanzetten. En dan gaat hij een heel hoop dingen voor mij al in orde brengen. Ja, zonder dat jij het nog maar hebt moeten luisteren. Maar wat dat vooral heel cool is, is dat je op een heel makkelijke manier er ook kunt voor zorgen dat de muziek die dat daaronder zit, ik zal ik er een stukje laten horen. Welkom op Athena Campus Heulen kan je kiezen voor onze creatieve en unieke opleiding. Ik weet niet of dat al uit was of niet. Ik zet het een beetje stiller. Maar dit is mevrouw De Bok. En mevrouw De Bok die wordt ondersteund door wat achtergrondmuziek. Op dit moment is de achtergrondmuziek gewoon zo. Te luid of, of, of te stil, dat weten we nog niet goed. Maar je kan hier zien, bij mevrouw de Bok, dat ze af en toe ademt. Gelukkig ademt ze af en toe. Maar op dat moment dat de adem lang genoeg is, kun je ervoor zorgen dat de muziek eigenlijk luid genoeg wordt gezet. En hoe, hoe doen we dat? We doen dat door te dukken. En wat moeten we eigenlijk gaan zeggen? We moeten gaan zeggen dat dit liedje, dus de muziek, dat deze muziek, ten de eerste weet je al dat dat muziek is, en dat dat eigenlijk moet gedukt worden, naar beneden wordt getrokken. Ik zeg hier dat dat moet gedukt worden. En tegen wat moet dat gedukt worden? Duck against. En dan heb je hier vijf mogelijkheden: against effecten, ambiance. Of, uh, of iets dat niet geassigned is. Of hier in het meest logische: nee, dukken tegenover de vogel. Ja? Um, als ik dat dan instel, dan kun je dat bijvoorbeeld instellen op deze manier. Ik er helemaal helemaal overdrijven dat hem dat ontzettend snel moet gaan doen, dus heel fast. Heel zot gaan dukken en heel gevoelig. Ja, dat is uiteraard niet hetgeen dat we willen. Op dit moment gebeurt er niks, maar dan moeten we zeggen: get, generate keyframes. En dan zal hij. Dit is eventjes geduld. Is er nog aan bezig, Mijn computer is een beetje moe, waarschijnlijk. Maar dan zal hij hier zien dat, de, dat er hier aanpassingen werden gedaan in de audio ik ga een beetje uitzoomen. Dan hebben we hier iets kunnen zien hier in dit geval. We gaan ook nog de loudness trouwens automatisch matchen. Ja, dan wordt hem stiller gezet. En dan kun je hier heel goed zien, dus de stem is hier redelijk stil. En op een bepaald moment, wat gebeurt er? Voilà, de stem wordt luider gezet. Hier op het korte stukje dat mevrouw de Bok geademd heeft. Wanneer ik er luister vanaf het begin. Op Athena Campus Heule kan je kiezen voor onze creatieve en unieke opleidingen binnen de grafische technieken. In de eerste graad, A en B stro... Ja, dit is overdreven. Dat horen jullie ook allemaal, denk ik, dat dat overdreven is. Dus wat we hier makkelijk wel kunnen doen, we kunnen zeggen van, kijk, je moet niet zo zot gaan dukken. Nu is het gedukt, min 33 dB. Dat is bijna niks. hebben we nou niks meer over. Maar als we zeggen van, kijk, dukt een keer zevental dB, we gaan nog altijd dat high en heel snel laten doen, gaan we dat opnieuw. Generate keyframes. Nou, even kijken wat dat hem nu gaat doen. Nu gaat normaal gezien dit lijntje, zou ze zo moeten. Voilà, wat hebben we gezien? Dit lijntje, ik zal het proberen een beetje in te zoomen. Dit lijntje stond ervoor hier. Nu is dat al heel wat luider. Als je terug opnieuw beluistert. Welkom. Op Athena Campus Heule kan je kiezen voor onze creatieve en unieke opleidingen binnen de grafische technieken. In de eerste graad, A en B stroom, kan je... Ja, dus je hoort nu al heel goed dat de stem eigenlijk fameus goed luid staat en dat eigenlijk alles van muziek... Hier stiller is. En op het moment dat ze stopt met praten, komt de muziek terug wat luider. Dus dat is allemaal automatisch gedaan. Als je het gevoel hebt van eh, ik vind dat we op deze toch nog iets aanpassen, dan kun je ook altijd dit zelf ook nog aanpassen. En door op een extra knopje te duwen uh, op comment. Op uh, Windows ben ik het nu niet zeker, kun je ook nog extra uh, puntjes gaan bijzetten. Moest je zijn, van ja, ik wil eigenlijk hier nog iets anders gaan doen. Ik heb nu op comment geduwd en nu kan ik zelf op alt duwen en dan maakt hem schone extra tekeningen. Ja. Nu dat is niet hetgeen dat we willen natuurlijk, maar ik wilde dat eventjes demonstreren. Dus ik ga dat nu nog een keer doen. Maar nu een ik zeggen dat ik het nog wat stiller mag zetten. Generate keyframes. Voilà. We gaan dat auto automatchen zodat dat tegen die min 26 LUFS is. Dat is de, de standaard in de televisie. En dan ga je zien dat we de stemmen. vermoedelijk. Welkom. Op Athena Campus Heulen kan je kiezen voor onze creatieve en unieke opleidingen binnen de grafische technieken. In de eerste graad A en b stro... Dat trekt er al wat beter op. Die stem zit er proper boven op de muziek. De muziek hoor je wel, want als ik hem niet zo laat spelen, is dat een heel ander soort. Een heel ander soort uh, uh, sfeer. Dan heb je dit. Welkom. Op Athena Campus Heulen kan je kiezen voor onze creatieve en unieke opleidingen binnen de grafische technieken. In de eerste graad A en B stroom. Ja, dus het, het is veel leuker als er daar een klein beetje stem op zit, uiteraard. Goed, dat is al het eerste. Dus dat dukken, dat kun je ook gebruiken voor andere dingen. Dus als je voelt van, ja, maar ik heb een cool soundeffect en ik wil dat dat soundeffect heel belangrijk wordt, dan kun je zeggen dat bijvoorbeeld de muziek en de vocals moeten gedukt worden ten opzichte van een bepaald soundeffect. Dus dan moet je hier sound effects aanduiden en dan wordt dat bijvoorbeeld de baas ten opzichte van bepaalde andere dingen. Daar moet je zeker een keer mee experimenteren, gewoon niet vergeten iedere keer, generate keyframes en dan maakt hem dus zelf die frames en die verhogingen en verlagingen. En dan een ander knopje dat ik ook wel handig vind, is die Automatch. Omdat je dan zeker bent dat we het uiteindelijk niet allemaal veel te luid of veel te stil gaat gaan zetten. Hij hadden toen volgens de normen die dat wij zelf instellen. Waar stellen die normen in? Uh, die normen die kan je zeker. Die, dat is de norm LW, uh, min 26 LUFS. Dat is eigenlijk de norm die dat ze in de Europese Unie gebruiken. En dat is hier met de Loudness radar. Uh, dus nogmaals, je kunt dat hier. Wegklikken. Maar als je dat open klikt, dan heb je hier een hele hoop dingen, waaronder special de loudness radar. Wat doet die loudness radar? Die zorgt er eigenlijk voor, die luistert. Kijk, hij heeft er juist al een beetje geluisterd. Ik ga een keer uh, op één minuutje zetten en dan ga ik een keer laten lopen. Want wat heb ik hier gedaan? Ik heb gezegd van kijk, luister eens één minuut. En op één minuut moet je mij laten zien wat er allemaal gebeurd is. Ik heb die hier nu wel gezet op min 16 LUFS. Normaal gezien, als we de Europese standaard gebruiken, EBU uh, R-28, dan ga je zien dat de min 23 LUFS naar beneden gaat. Ja? Uh, waarom heb ik dat dan toch verzet op min 16? Omdat eigenlijk dit is voor de televisie maar op, uh, op uh, YouTube is min 16 de vaste waarde. En aangezien dat we iets gaan maken voor YouTube, is dat beter om dat dan daarop te zetten. Voilà, voor de rest moet je daar niet te veel zorgen in maken hoe dat eruit ziet, maar als ik nu het Songske laat spelen vanaf het begin. Welkom! Op Athena Campus Heulen kan je kiezen voor onze creatieve en unieke opleidingen binnen de grafische technieken. In de eerste graad A- en B-stroom kan je in de module Talent kiezen voor grafische media. In 1A heb je dan... Ik zal misschien even herbeginnen. ...lesuren per week en het tweede jaar grafische communicatie en media 5 lesuren per week. In de tweede graad dubbele finaliteit start je binnen de grafische technieken en de opleiding grafische media. Je start dan in klas 3 of 4 TGM. Voorkennis is geen vereiste omdat je vanaf de derde graad kan kiezen tussen printmedia en multimedia visueel of audiovisueel, geven we onze studenten een brede basis mee uit de verschillende vakgebieden. Zo kunnen ze na de tweede graad gerecht gaan kiezen. Multimedia, daarin zien me eigenlijk de Voilà, Wat heb je nu eigenlijk gezien, is dat, dat er hier zeker momenten zijn dat het stiller is. Dat de dynamiek minder, uh, minder is dan bij andere stukken. Ik heb hier een fotootje ook uh, van de volledige, het volledige project. Ik ga het even demonstreren. Om te laten zien dat dat wel een handige tool is voor eigenlijk over de hele uh, lengte een keer eventjes te kunnen kijken. Pak Kijk, ik. Dit is een foto van een volledig half uur dat die film duurt en dan zie je dat er hier een paar momenten zijn dat er eigenlijk een stevige piek is hier is er een piek hier is er een piek en hier eigenlijk ook helemaal in het begin nu, ik heb dat nu alweer opgelost, maar dat zijn eigenlijk momenten dat je moet zijn van mm, misschien zit het daar nog niet helemaal juist van klank en hier ook nog niet helemaal juist van klank hier in dit geval is dat een half uur waard, dus als ik hier een keer goed kijk was dat hier rond, ja uh, dat, is, dat is een kwart, dat is Ongeveer rond 12 minuten zal dat zijn. Dat is hier 15. Rond 12, 12, 11 minuten uh, zat er hier toch ergens een piek. En hier helemaal in het begin ook. En hier perfect op de 15 minuten zat er toch ook ergens een piek. Dus die kun je eventueel proberen en een keer goed luisteren. Van zeggen van misschien zit er dat toch nog iets verkeerd. Ja? dit is een schermafbeelding van dit hier eigenlijk, puur voor te demonstreren. Waarom wil ik dat zo op hamer? Uh, het is niet zo slecht dan een filmpje dat de hele tijd te luid is of een andere keer te stil. Nu, wat ik hier wel gedaan heb door deze meting, zag ik eigenlijk nu niet door deze meting, maar door deze meting. Zeg ik van ah, ik zit hier eigenlijk met een, uh, een fameus dynamiekverschil. En dan heb ik daar eigenlijk daarvoor nog een limiter opgezet. En ik heb eigenlijk alles 6 dB luider gemaakt, zodanig dat ik zeker ben dat heel mijn filmpje luid genoeg is voor YouTube. Uh, nu, ik zal dat in de klas zelf ook nog wel een keer uitleggen. Maar dat is eigenlijk wel iets dat je voortdurend in je achterhoofd moet houden, van kijk, had het luid genoeg zijn op YouTube. Net zoals dat je ook kijkt van, had het mooie kleuren zijn voor YouTube, moet je eigenlijk ook kijken van, had het luid genoeg zijn voor YouTube. Um, maar dat kun je dus met de loudnessradar, eigenlijk zou je dat af en toe moeten opzetten. En als er dan te zotte verschillen in zitten, dan moet je dat proberen op te lossen. Um, dus daar waren we nu al. Hey, ik heb hier ook, uh, je ziet hier ook goed dat meneer Deine zijn stem begint en dat hier zat er een klein beetje muziek. Um, multimedia, daarin zien we eigenlijk de ruime verzameling van... ...heel goed dat de muziek proper naar beneden wordt gedaan. Op het moment dat meneer De Dijne dan gedaan is, dan gaat de muziek terug naar boven enzovoort. En uh, ik heb hier ook hier en daar wat, wat fade-outs gedaan. Bijvoorbeeld hier gaat de muziek naar beneden. Hoe ...dat De Dijne gedaan is... De grafische wereld is heel boeiend en zeer uiteenlopend. In deze cursus gaan we aan de slag met Illustrator. Illustrator is een ver. Voilà, hier zie je ook weer meneer de Rijken heeft hier gesproken. Op dit moment heb ik dat nog niet gedukt, maar als ik nu zeg van kijk, dukt dat toch maar een keer. We gaan dat heel gevoelig zetten. We gaan een klein beetje naar beneden trekken, en we gaan de fades heel kort maken. Dan gaan we een keer generaten. En dan ga je zien dat er hier weer, uh, subit iets gebeurt met de audio. ook automatchen. Ik ga eens nog aan het rekenen. Nu wordt dat er ook niet zodanig veel ademhalingen zitten. Dus het zal nog wel allemaal meevallen. Ja, voilà. Zie je? Dus hij heeft hier op bepaalde plaatsen, heeft hem toch gezegd van ja, meneer De Rijke heeft hier geademd. Heeft hier geademd. We gaan dan zorgen dat de muziek iets geluider wordt gezet. Dus hier kun je dat waarschijnlijk goed zien. Verniemend voor al je creatieve ideeën. In het derde jaar kreeg je een aantal uur per week beeldverwerking. Ja. En zo kun je eigenlijk al je nummertjes op een goed niveau gaan zetten. En dan zie je ook dat dat niveau voor dit nummer en voor dit nummer, dat, dat eigenlijk toch nog verschillend is. Waarom is dat? Omdat dat nummer eigenlijk sowieso een luider nummer was dan dat ander. Dus in het algemeen hebben we dat wat stiller gezet. En zo moet je eigenlijk zorgen dat je volledige film goed is qua klank. Uh, en dat je, als je zegt van ja, maar mijn muziek is in het algemeen eigenlijk wel een beetje te luid of te stil, dan kun je dat hier ook nog dus gaan luider of stiller gaan zetten. Ja? Gewoon voortdurend hier een beetje opletten dat je hier op die min 16 LUFS blijft hangen, dat is de typische loudness die dat uh, YouTube graag heeft. Ja? Ik denk dat dat al heel wat info was, maar de hoofdzak is dus eigenlijk ervoor zorgen dat je die tagging juist doet, dat je na het taggen dan eventueel kijkt voor je vocals proper te zetten met de juiste uh, instellingen, of hier direct met een algemene instelling. Dus als je zegt, al mijn vocals mogen eigenlijk wel een deesser krijgen, of mogen allemaal een... Uh, voilà, dat is een DS'er, dan wil dat zeggen dat de S-klanken worden weggedaan. Dan kan hier ook weer zeggen van, kijk, is een high voice, DS er of een low voice. Uh, kun je allemaal instellen. Of je zegt ik je dat instellen per file. Want dan moet je ze wel allemaal selecteren en dan kun je ze zo ook instellen. Dat is van belang. En dan ook eventueel het uh, luider en stiller zetten van je muziek. Dus als je het gevoel hebt van oké, okay, ik vind dat mijn muziek luider moet, dan kun je dat hier gaan doen. De auto-match vind ik persoonlijk ook echt een handige tool voor eigenlijk. Al de files die dat je hebt, zet die allemaal op auto match, want hier zie je dat de automatch is min 21 voor. Uh, wat ik doen. Ja, min 23. Uh, en hier heeft hem voor hetzelfde hier ook gekeken. Van kijk, we gaan dat ook matchen. Hier heeft hem zelf min 26 genomen. Waarom dat dat muziek is? Dus dat mag iets stiller, Hij weet dat muziek wat stiller, moet dan de vocals. Dus, Premier is eigenlijk op zich wel redelijk intelligent. Je moet gewoon zorgen dat je hier altijd schoon richting die 0 dB gaat. En dat uw loudness radar ook een beetje proper is. En niet te veel zotte pieken of zotte dalen heeft. Want dan weet ja, je natuurlijk, als het stil is, dan gaat dat wel natuurlijk naar beneden. Dat is logisch. Veel succes.